Mijn naam is Koen Meijeraan. Ik werk bij de bloemenveiling Royal Flora Holland. Wij zijn de grootste afzetorganisatie ter wereld. Brengen vraag en aanbod van bloemen en planten bij elkaar. En daarnaast hebben we verschillende andere diensten, zoals logistiek en vastgoed. Zelf ben ik verantwoordelijk voor vastgoed en facilitaire zaken. Vastgoed doen we niet alleen voor onszelf, om onze eigen activiteiten te kunnen laten vormgeven, maar ook voor derden. Dus we verhuren het aan handelsbedrijven en we verkopen ook grond en gebouwen. Ik ben al een jaar of 10 werkzaam binnen de Green Board West-Holland. Nou, we werken daar heel graag mee samen, omdat dat de plek is waar eigenlijk alle partijen uit de tuinbouwketen bij elkaar komen, om gezamenlijk te overleggen met de overheden. En juist die combinatie van publiek-privaat en alle belangen samen, dus niet per schakel, dat spreekt ons heel erg aan. Als je gaat kijken naar de thema's, dit jaar denk ik echt dat duurzaamheid het allerbelangrijkste is. We waren er al een paar jaar mee bezig, onder andere met de realisatie van een warmtenet. Dat is weer een belangrijke stap dichterbij gekomen. Maar je ziet nu ook dat met de hoge energieprijzen het eigenlijk alleen nog maar urgenter geworden is om daar stappen op te nemen. Dus die is voor ons echt heel erg van belang. Het tweede die we heel erg belangrijk vinden is bereikbaarheid. Dat geldt eigenlijk ook voor onszelf al. Wij zijn een hele grote marktplaats met heel veel logistiek, heel veel vrachtwagens. Dus alles wat we kunnen doen aan bereikbaarheid en verbetering van de logistieke stromen, dat is echt super, super belangrijk. En tot slot, nieuw dit jaar als thema is cybersecurity. Ook dat geldt eigenlijk voor alle partijen, maar ook voor Royal Flora Holland. Wij ontwikkelen ons steeds meer richting een virtueel afzetplatform. Dat betekent dat duizenden kwekers en handelsbedrijven samenkopen op één platform. En wij doen er alles aan om die cybersecurity zo hoog mogelijk te maken. Maar alle schakels moeten daaraan meewerken om uiteindelijk een niveau te krijgen waarop je eigenlijk garant staat voor alle aanvallen die op je af kunnen komen. Dus dat is eigenlijk een nieuw onderwerp in de Green Board die we heel graag dit jaar ook oppakken. Samenwerking binnen de Green Board is voor ons van belang, omdat daar alle schakels uit de tuinbouwketen bij elkaar komen en ook de overheden aan tafel zitten. En dat is eigenlijk de enige plek waar dat gebeurt. Dus dat niet alleen vanuit het bedrijfsbelang wordt gedacht of vanuit een sector, maar vanuit echt de hele keten. En waarbij het ook gezamenlijk neergelegd wordt bij de overheden. En de overheden eigenlijk één aanspreekpunt hebben en integraal alle problemen kunnen bespreken.